Deze beschouwing is eigenlijk een soort nieuwsuitzending. De nieuwjaars toespraak. Het is vandaag 1 januari 2020. Je moet er helemaal aan wennen. Ik programmeer de laatste tijden weer erg veel. En als je dan een wijziging aanbrengt ergens in de broncode, dan typ je daar even de datum bij. Dan doe ik uh, jaartal, maand en dan de dag. Dus de godganse tijd. 2019, 12 en dan. Uh, 01, 02, 03. En die 2019, dat zit er zo ingebakken. Ik heb vandaag alweer een paar keer een, uh, een wijziging uh, bekommentarieerd Met uh, 2019, 01, 01. Ik <laughs> denk, nee. Het is 2020. Nou, alles bent. Het was met Jaatje wel, hè, 2019. Tenminste voor mij dan. En precies een jaar geleden zat ik nog zwaar uh, in mijn alcoholhobby. En daar ben ik toen mee opgehouden, ergens in maart. En maar ook met roken. Dus ook met wietroken. En toen ben ik mijn huis schoon gaan maken. Toen ben ik een uitkering aan gaan vragen. En toen werd ik. Ja, wacht eens even. Want ik had eerst een open sollicitatie lopen. bij mijn huidige werkgever. Maar daar was dus toen niks op gekomen. Dus toen ben ik er een uitkering aan gaan vragen. Uh, daar heb ik ook tegen de gemeente gezegd: van, Nou, ik heb een open sollicitatie lopen, maar daar heb ik nog niks op gehoord. Ik heb ook al teruggebeld, maar dat helpt ook niet. Nou, die uitkering dat ging niet zo makkelijk. Kennelijk was ik niet buitenlands genoeg of zo. Ze gingen een beetje moeilijk doen. En toen uh, belde dus uh, mijn huidige werkgever op. En zei, heb je zin? En toen zei ik, ja hoor. En toen zei ze, nou je weet nog helemaal niet uh, wat we je aanbieden. Ik zei, nee dat maakt niet uit. <laughs> nou, dat bleek dus schoonmaken te zijn. Nou, ik vind het best. Ik heb inmiddels, heb ik ook een cursus gehad in schoonmaken. En ja, ik weet nu hoe we het moeten. Een gang dweilen en een gang of moppen noemen we dat een gang moppen en een gang wissen... daar, daar heb je verschillende bewegingen bij. Hè? Dan denk je van... ja, als ik een beetje over die gang heen en weer... heb ik zo'n ding. Nee. Nee, je hebt um, drie manieren... waarop je over een gang gaat. Dat is namelijk de manier waarmee je wist... met zo'n swifferdoekje. En niet met zo'n smal dingetje natuurlijk... maar dan heb je zo'n ding van... Ah, meer dan 60 centimeter breed. Zo'n swifferdoek... Dat is de ene methode en dan heb je de... de met de klassieke mop. Zo'n Bob Marley kapsel uh, ding. Dat is een andere methode. En dan heb je het moderne gedoe met de, de microvezel mop. En dat is weer een andere methode. Er zijn drie verschillende bewegingen die je maakt, en dan moet je je wel aan houden, want anders ja, je maakt het er natuurlijk wel schoon. Dat is verder het punt, niet. Maar het gaat veel te langzaam. En het kost je te veel energie. Maar beter hou je, je aan de regels. Ja, dat weet ik nu allemaal. Nee, maar het is handig. Je weet nooit wat goed voor is. En toen dacht ik ook. Want, uh, ja, het is natuurlijk niet het, het allermooist, best betaalde wat er is. En ik dacht, het maakt me niet uit, dan zit ik er binnen. En vanuit die positie kijken we wel weer verder. Ja. En dat blijkt ook. Van de week heb ik een man gesproken die was manager, interim manager, schoonmaak. En die was een, bezig met een reorganisatie, daarom was hij ingehuurd om iets te reorganiseren. En hij wilde mij wel gaan betrekken in zijn reorganisatieplannen. En dat zou inhouden dat ik nou, nog niet een vast dienstverband krijg, maar dat ik wel uh, ja, een streepje hoger kom. Ja. Dat is toch mooi. En dat zou betekenen dat ik voor de komende tijd, als het allemaal doorgaat natuurlijk, weet ik ook niet. Want nu heb ik een nul uren contract. En nou, dat is op zich nou geen ramp. Maar als er maar wel genoeg uren zijn dan natuurlijk. En in november bijvoorbeeld was het, um, nee, dat was echt bijna niks. Daar had ik niet van kunnen leven. Maar heel toevallig, de heilige geest, zouden mijn christenbroeders zeggen, werd ik precies in die maand, na nou, af eind oktober, werd ik opgeroepen voor een operatie aan mijn linkerhand. En toen tuimelde ik in de ziektewet. En toen dacht ik even: van ja, ik heb een nul-urencontract. Dus dan krijg ik ook helemaal geen ziektewettoestanden natuurlijk. En dat bleek dus niet zo te zijn. In die zin, het bleek dus wel zo te zijn. dat ik dus wel uitbetaald kreeg. Dus stond ik erg van te kijken, hè. Nou, dan heb ik ook nog. Dat ook zo'n leuk. Dat heb ik dit jaar dan ook gedaan. Ik, ik had altijd een eigen bedrijf. En. Ja, in die alcoholvakantietijd van mij is dat een beetje onder het stof gekomen. En met name de jongens en meisjes van de Belastingdienst. Die willen ja, niet dat ze veel geld van me krijgen. Dat, dat valt denk ik ook wel mee. Maar zoveel heb ik niet verdiend de laatste jaren. Maar ze willen wel inzicht in de cijfers en blablabla. Bla, bla, bla. En dan krijg je boetes. En... Anyway, die hebben nu een loonbeslag kunnen leggen. Want ja, ik heb nu een werkgever. Hadden ze het trouwens zo in de gaten, hè? Dat ik dus werkte in de gehandicaptenzorg. Dat heb ik ze niet hoeven te vertellen, dat weten ze zelf al. Weet je ook weer gelijk dat ze best veel van je weten. Nou ja, dat is ze zo in de gaten. Oh, je werkt daar en daar. Ja, ja. En ook al heb je een nul-uren contract, nou, ze pikken het in. Vind ik ook wel terecht hoor, voor de moeite mee. Ik mag uh, 1.082 euro in de maand mag ik houden van mijn zuurverdiende geld. Nou, weten jullie dat ook weer? Ik leef heel zuinig. Maar dus, uh... ja, het gaat allemaal lekker. ben erg tevreden. En mijn kanaal uh, als een tierenleraar. In 2019 heb ik 38 abonnees erbij gekregen. En dat is dan net al. Dus uh, er zijn er misschien wel, uh, weet ik veel, vijftig bijgekomen. Maar er zijn er ook twaalf uh, weggegaan. Zo. Het viel me op dat ik had er eentje geplaatst. En dat was, ik, <laughs> dat was naar aanleiding van het feit dat ze hier in Arnhem een, een stoplicht of een verkeers... Hoe noemen we dat? Voetgangersoversteek plaatsen. met van die stoplichten. Verkeerslichten. En die hebben ze hebben verbouwd. En dan regenboogkleuren. En een speciaal voor homo's en lesbo's. Nou, en dan mag je bij godsgratie, mag je als heteroseksueel er ook op een knopje drukken en oversteken. Dat mag dan nog wel. En daar mogen we ze heel dankbaar voor zijn. Nou, die uitzending uh, had ik gepost. Gelijk was ik uh, vijf abonnees kwijt. <laughs> en dan denk ik, ja. Nou, nee, dat moet er maar. Het is voor mij toch wel duidelijk dat. Ja, daar zal ik zo dadelijk wel even afronden over gaan uh, bespreken, maar. Kijk, nee, daar ga ik zo dadelijk nog wel even over hebben. Maar dat kostte mij dus even vijf abonnees. Omdat je dan politiek incorrect bent, of zo... En dat terwijl ik uh, het woord homo niet eens meer gebruik. Uh, stel ik je ja, homo's, zei ik wel eens. Uh. Op slotverrekening, homo, dat, dat kan van alles betekenen. Homo erectus, uh, Homo economicus, Homo sapiens sapiens. Je hebt er nog eentje. Homo ignorantius. betekent stomme eikel. Ja, en dan heb je ook nog homoseksueel of homofiel. Dat mag je ook niet meer zeggen. Hè? Homofiel mag niet meer. Je moet homoseksueel zeggen hoor. Ja, dat is wel in 2019 heel duidelijk geworden: dat dat allemaal ongelooflijk belangrijk is. Als we elkaar maar netjes aanspreken. met de juiste persoonlijke voornaamwoorden. en vooral geen hij zeggen tegen iemand die gecastreerd is. Want als je gecastreerd bent, heb je het recht dat iedereen zij tegen je zegt. Ja, chill. We zien het wel. En ook leuk van 2019 dat ik mijn dochter dan uh, ja, regelmatig zie. Dat kan niet anders zeggen. Ik zie haar nu eens in de twee weken. En niet dat ze dan even langskomt en een hallo zegt en weer weg is. Nee, dan. Uh, nou, nee, dan hangt ze de jas in de kapstok en dan trekt ze de schoenen uit. En uh, dan gaan we lekker eten. En... Nou, hij zit er we wel twee uur, drie uur of zo bij mij op bezoek. En dan uh, gaan we een beetje lachen, gaan we stomme filmpjes kijken op internet die ik uitgezocht heb. En dan mag ze vertellen hoe het is op haar stage. En dan ga ik lekker vertellen over hoe het zit op mijn werk. En we zitten nou ongeveer in dezelfde sector. Zij zit in de dakloze opvang en ik zit dan. Bij uh, gehandicapten. Uh, voornamelijk. Ja, het merendeel is toch. Ja, het merendeel is geestelijk gehandicapt. En er zijn die mensen die in de dakloze opvang zitten, natuurlijk ook. Die zitten geestelijk niet lekker in elkaar. Hè? Nou, dat schept toch een band. Tussen mij en, uh, en mijn dochter. Dat ik ook weet wat EMB betekent en LVB. LVB is de licht verstandelijk beperkt. En EMB is ernstig meervoudig beperkt. Ja, maar toch er dan. Oh, EMB dus. Ik zie ja. Een behoorlijk hoor behoorlijk ernstig en behoorlijk meervoudig. Ja, er zijn mensen die zie ik dus ook uh, die die kunnen niet eens eten. In nagaan. Die hebben operatief uh, hebben ze een, een slangetje in hun, uh, naar hun dat leidt dus naar hun ingewanden toe. Waarschijnlijk steekt dat ergens komt dat uit in hun maag. Maar dat weet ik niet. Ik, ik vraag me geen details of zo. Misschien dat ik dat op een dag nog een keer ga doen. En dan zie ik dus zo'n begeleider zitten. met ja, iets wat eruit ziet als een injectiespuit. Er zit geen naald op. Het zijn vrij grote dingen. Vrij breed en zo. Hè? En, dan, ja, en dan klikken ze dat met zo'n soort kliksysteem. Klik. En dan. En dan krijgt iemand dus te eten. En die mensen hoor je nooit klagen over: ik ben geboren in het verkeerde lichaam. En dan kan je je tegenin brengen: van ja, maar die mensen kunnen ook helemaal niet praten, dus daarom klagen ze niet. Maar als ze zouden praten, nou, dan zouden ze het wel zeggen. Nou, ook de mensen die dan op een wat hoger niveau zitten, hoor ik ook niet klagen. Terwijl ze nou, niet alle reden hebben om te klagen, dat zou ik nou ook niet willen zeggen, maar... maar ze kunnen toch wel zien dat ze ja dat ze niet meedraaien zoals de rest van Nederland, en daar klagen ze niet over. Ja, er is ook niks aan te doen voor die mensen. Laten we eerlijk zijn. Ze kunnen er niks aan doen. Ze kunnen wel zeggen: ik wil een ander lichaam, maar ja. Zit er niet in. En die transgenders dan wel? Ik hoorde wel zeggen, ze kunnen geen ander lichaam krijgen, maar uh, uh, ze kunnen dan wel gecastreerd worden. En dan zijn ze, ja. ja zijn ze dan blijer? Ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten hoor. Of ze nou echt blijer zijn. Hè? Op de lange duur dan. En dat... dat ja, dat met die transgenders... En, en homoseksuele mensen... En ja, in 2019 ben ik dus... In gaan zien dat, dat ik mij niet interesseer voor die mensen. Dat wil niet zeggen dat ik een hekel aan ze heb, maar het interesseert me niet meer. Dus ik denk dan van, ach ja, als jij dat zoveel. Dan moet je het maar zo doen. Maar het, ik vind het niet meer belangrijk. En dat is gekomen toen ik erachter kwam dat castratie van mannen. Dat dat in vroege tijden al zo was. Wij denken dan dat het heel modern is dat je dat nu uh, uh, mogelijk maakt voor mannen om zich te laten castreren. Maar daar dat hebben we niks nieuws aan. Er was een filmpje wat ik toegestuurd kreeg van iemand die, van een kijkeraar, zeg maar, naar uh, het kanaal op YouTube. En die zei tegen mij: "Van moet je hier eens naar kijken." Nou, dat heb ik dus gedaan. En dat is echt walgeluk gewoon. Wat een verhalen, man. Dat is echt niet leuk. Mannen die zich vrijwillig en soms ook nog dat ze het zelf doen, hè? dat ze zelf hun eigen penis verwijderen. Oh my. God. God. En dat dan dat bloed wat daarbij vrijkomt, dat dat dan gezien werd als heilig bloed. En dat die mannen dus ook echt wilden bloeden, omdat ze net als een vrouw wilden ze bloeden. Dat is heel oud. Het staat, zeiden dat op die film stond dat dus, op die documentaire film. Ja, die en die bijbelteksten uit het oude testament, die refereren hier aan... Dat had dan iemand helemaal uitgezocht. Dan moet je er maar van uitgaan dat het klopt. Dat weet ik verder ook niet zeker. Maar... Je gaat het wel denken. Het is bizar. En dan denk ik van al die mensen die ze zich dus een dagen zo laten behandelen. Dan denk ik van die mensen weten jullie wel dat dit in vroege tijden ook al gebeurde. En onder welke voorwenselen dat toen plaatsvond. En ook heb ik een Amerikaanse psychiater. Uh, ja, gehoord, voor mij zei hij dat, het was het een soort interview met hem, dat hij zei: Van ja, in mijn praktijk heb ik heel veel gewerkt met dat soort gevallen. En in ja, 90% van de gevallen, na enige jaren therapie, veranderden die mensen stuk voor stuk van mening en werden ze wel blij met het lichaam wat ze hadden. En ja, wilde ze een gezin met een vrouw en met kinderen. En hij zei dus van ja, je moet er niet aan denken wat je die mensen had aangedaan om ze gelijk in het begin al gelijk te geven in een onvrede en ze dan gelijk al te gaan castreren. Want zoiets kan je niet ongedaan maken. Je hebt iemand voor het leven lang verminkt. En hij was er dan ook... een groot voorstander van om... te stellen dat... dat zoiets... zo'n transgenderoperatie... dat dat pas mag... vanaf het... Ja, 21 jaar. En hij zei... zeker niet voor die tijd... Je moet toch eerst kijken of je er met praten uit kan komen. En dat is niet naar één of twee gesprekjes. Nee, daar moet je een periode van uittrekken van meerdere jaren. En als dat niet helpt... Ja, zei hij dan... Ja, maar dan zijn we ook helemaal klaar, dan hebben we alles geprobeerd. En hij zei, er zijn gevallen bij die... Ja, die gebukt gaan onder het feit dat ze een penis hebben en... Nou, dan, dan is het barbaars om die mensen niet te castreren. Maar dat zijn uiterste gevallen, zei hij. Hè? Dat zijn echt uiterste. Dat komt niet veel voor. Dus ja. Als die man dat zegt. En hij is de psychiater. Ja. Dus dan zal het toch wel, of niet? Ja, die man die zegt dat niet om die doelgroep uh, te kleineren of te wat dan ook. Uh, want hij heeft het over zijn patiëntengroep. Hij heeft natuurlijk niet alleen dat soort mensen gehad, maar een hele hoop wel. Je mag er toch van uitgaan dat die man met respect denkt over die groep. Of niet? Tenminste, ik denk wel. En dan vind ik wel leuk dat nu ik dus mijn dochter regelmatig spreek. En dan spreek ik haar dus ook. Ja, over maatschappelijke dingen. Dus ook over zoiets als transgenders. En zij is dan die moderne mening toegedaan. Dat het hier gaat om een. Uh, een groep mensen die heel erg lang onderdrukt is geweest. Maar nu eindelijk de vrijheid heeft gevonden. In een maatschappij waarin ze als gelijkwaardigen behandeld worden en gecastreerd worden. Maar dan moeten wij wel een nek is allemaal zij zeggen tegen die mensen. En dat is dan goed. Ja. Nou, ik ben er blij mee dat... Uh, dat ze zo eerlijk tegen mij is over die, over die dingen. En dat we erover kunnen spreken. En dat ze ook accepteert dat ik een andere mening ben toegedaan. En, nou, en daar laten we er dan voorlopig maar bij. Dat is toch tof? En waar ik ook uh, heel, een hele duidelijke positie in heb verkregen. Dat is waar het nu allemaal op neerkomt met al die toestanden in het nieuws. Over transgenders bijvoorbeeld. Maar ook over het milieu. De, de planeet, zeggen ze dan: red de planeet. De planeet gaat ten onder. Uh, de geelgerande bruinkikker sterft uit. En al die oorlogen. Al die oorlogen die om een of andere reden niet CO2-neutraal hoeven te zijn. Nee, als je bommen op Irak wil gooien, dan mag dat zonder meer, want dat is zo nodig. Ja, dan kunnen we niet ook nog een keer rekening houden met de koolstofdioxide-emissie hoor. Ja, dan kan je alles wel willen. Nee, het is mij duidelijk dat het de katholieke kerk is. Het is mij duidelijk dat de oude vijand. dat die van jasje is veranderd. En meer niet. We noemen het dan de nieuwe wereldorde. George Bush. Die heeft dat. Uh, die, die spreuk. Die uiting. Die, die termen. Nieuwe wereldorde. Heeft George Bush. Die vader van de Bush die nu nog leeft. Nu hebben we nog George Walker Bush. Hè? Dat is de kleinzoon. Dan heb je die vader. George Herbert Walker Bush. Die is nu overleden. Nou, die heeft het beroemd gemaakt. Dan heb je nog zijn vader. Prescott Bush. En die zat in de raad van bestuur van de Amerikaanse bank, van een van de Amerikaanse banken, of de Amerikaanse bank, die de concentratiekampen in Duitsland mede gefinancierd heeft. Maar het staat niet in je geschiedenisboekjes hè, dat de opa van de nog levende Bush, dat die geld heeft verdiend aan de concentratiekampen in Duitsland. Nee, want dat staat niet goed. Nee, maar we weten het inmiddels wel. Maar die, die George Herbert Walker Bush, die man die nou eens dus overleden is. Die had het toen over in, op 11 september of alle uh, datums. Op 11 september 1990 of 1991. Had hij het over uh, de frase Now we can see. A New World Order coming. En nu kunnen wij een nieuwe wereldorde zien komen. Maar hij was niet de eerste. Achteraf hebben we ontdekt dat Michael Gorbatsjov, die man met die wijnvlek op zijn voorhoofd, dat hij er eerder mee kwam. Maar Michael Gorbatsjov hoort er ook bij. De wereldgeschiedenis zit heel anders in elkaar dan wij denken. Onze wordt geleerd, het is allemaal heel ingewikkeld. Ja, en toen had je daar die koning, en toen kreeg die ruzie met die, en dan kreeg je daar, en toen kwam die in opstand tegen. Terwijl de geschiedenis vrij simpel is. Vijfduizend jaar geleden had je in dat wat we nu Irak noemen een stad. En die heette Babylon. Dat was een van de eerste grote stedelijke conglomeraties. Daar hadden ze een eenheid tussen kerk en staat. En het regime zouden wij vergelijken met een combinatie van communisme en fascisme. En dat heeft om zich heen gegrepen en is gemetasteerd en zit nu. Uh, over de hele wereld en hun hoofdkantoor hoofdkantoren ze zitten echt overal maar belangrijke plaatsen voor hun zijn Vaticaanstad, de City of London en Washington D.C. en vergeet het achterland niet Zwitserland. Daar zitten. ze zit ze allemaal tussen die bergen in. Daar zitten ze super veilig. Dat is Babylon. Dat is een mooi boek in het Duits geschreven het heet, of is het uit het Duits vertaald? Of uit het Engels vertaald naar Duits, dat weet ik niet. Maar hij heet het van Babylon naar Rom. Van Babylon naar Rome. En ja, wij zitten erin. De Europese Unie is van de paus. De Europese Unie die gaat bepalen, dat heeft het bepaald. Hier in de stad, in Arnhem bijvoorbeeld, daar wilde men een kinderspeelplaats gaan opfrissen. Al was jarenlang was daar niks aan gedaan. En men dacht van ja, als we toch bezig zijn, dan uh, kunnen we net zo goed een uh, half voetbalveld erbij trekken ofzo. Maar in een moest, uh, moest er een Europese vergunning voor aangevraagd worden. Het viel, onder, het viel onder Europese stikstofwetten. Uh, het scheelde een haar. Het was bijna niet doorgegaan. Er stond een heel mooi bericht in de krant van. Nou, en uh, de renovatie van de kinderspeelplaats. Uh, ergens hier in de wijk Prezengraaf. Nou, die mag dan doorgaan. Oh, wat fijn. Het mag van Europa. En wij willen dan bijvoorbeeld een windmolenpark hè, voor de Nederlandse kust. Voor de elektriciteitsopwekking. Nou, dat mag niet. Ja, we mogen wel die kinderspeelplaats hier in Prezikhaaf, dat mag wel. Maar we mogen geen windmolenpark voor de kust. Nou, dat uh, besluit uh, de paus maar even. Hè. De EU dus, maar de EU is van de paus. We hadden ook afgesproken: een EU is leuk, maar we willen geen president. En we krijgen we vervolgens, we krijgen een Europese president. En wie is dat? Dat is uh, dingetje Van Rompuy. En wat is de achtergrond van meneer Rompuy? Ja, jezuïeten all over the place. Herman van Rompuy heette die. Ja. En hoe heeft het katholicisme zo om zich heen kunnen grijpen en hoe heeft dat zo machtig kunnen worden? Nou, dat komt omdat wij ongelovig zijn. En wij waren ooit een, een hechte eenheid tegen die katholieken en toen hebben wij ze vrij fatsoenlijk buiten de deur weten te houden. En dan denk ik terug aan de jaren waarin de Statenvertaling geschreven werd. En 1627. En in Engeland hadden we de King James Bijbel. Ja, in die dagen ging het lekker met ons. En hadden we wel last van de pauze. We hebben echt moeten vechten. We hebben onze jongens uh, in, uh, ja, op een rijtje moeten zetten. Allemaal een wapen moeten geven om die pauselijke soldaatjes uh, voor de kop te timmeren. Maar dat ging wel met succes. Ja, toen heeft de paus Willem de Zwijger dood laten schieten. Door Balthasar Gerards. Gerards. Nou, langzamerhand is Nederland van binnenuit overgenomen door de paus weer. Katholicisme was verboden hier in Nederland. Ooit. In de tijden van wat ik net noemde, de 16e eeuw, was het katholicisme hier verboden. Ja, nou niet meer. Met alle gevolgen van dien. En wij denken dan dat uh, door uh, niet langer protestant te zijn, maar uh, dat, dat protest tegen de katholieke kerk op te geven en dan over te schakelen naar iets nieuws, namelijk atheïsme of nihilisme of een andere vorm van: ik heb het leuk en is maar, bij de rest is maar alles best. Dan denken wij dat het ook goed gaat. Nou, dat is dus niet zo. Want die katholieken die gaan lekker door. En die gaan net zo lang door dat wij helemaal aan de bedelstaf zetten. Ze maken ons helemaal kapot. Nou, voor 2020 kunnen wij weer 100.000 mensen op gaan vangen die de taal Nederlands niet machtig zijn waarvan je ook nog maar afvraagt of ze überhaupt kunnen lezen en schrijven. 100.000 man kunnen we gaan opvangen. Ja, ga maar aan de slag. Uh, je zal een, een conglomeratie à la de grootte van een stad als Arnhem... aan woningen erbij moeten hebben om iedereen een woning te geven... En woningen bijbouwen, dat mag van Europa niet. Want uh, je hebt de stikstofregels. Ja, waar moeten die mensen gaan wonen? Nou, ik dacht zelf, als uh, Al die Nederlanders, die hebben toch al uh, zoveel genoten van al die woningen. Als die nou eens in tenten gaan wonen. dan geven we die woningen aan die zielige Syriërs. Ik hoorde laatst dat er, er waren twee bussen uit Moldavië gekomen. En die mensen waren van mening dat ze hier even asiel aan konden vragen. Die waren helemaal naar Ter Apel gereden. Ze wisten precies waar het centrum was. En daar stopten die bussen. Die zeiden, nou, daar zijn we dan. Weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben die mensen binnengelaten. Nah, nou, dat ben je echt helemaal gestoord. Ze hadden tegen die mensen moeten zeggen van... Oh, nou, uh, dat is heel jammer, maar dat kan helemaal niet. En hadden die mensen gezegd: Ja, ja, nou, maar kunnen we dan toch asiel krijgen? En dan hadden ze zeggen: Nee. Ja, maar mogen we hier dan slapen en eten en dan gaan we morgen verder praten? En dan hadden ze moeten zeggen: Nee. Dan gaan we een hotel uh, eigenaar lastigvallen? Ja, maar is dat nou christelijk? Dat is toch helemaal niet de barmhartige Samaritaan. Nou, dan moet jij het verhaal van die barmhartige Samaritaan nog maar eens een keer gaan lezen. Hey, wij zitten hier in Nederland met uh, op de. We zitten hier met 11 miljoen Nederlanders nog, en er is van 6 miljoen mensen uit het buitenland. Ja, het is nu een keer genoeg geweest. In Noord-Korea is 100% Noord-Koreaan. Ja, ga daar naartoe. Ja, maar Noord-Korea vind ik niet gezellig. Ja, dat is mijn probleem niet. Dan maak je het maar gezellig daar. Ja, dat is de paus die dat allemaal zo fijn regelt voor ons. Het is de EU met hun immigratieregels. Ieder Europees land dient zoveel buitenlanders te accepteren... want anders, anders wat? We moeten in opstand komen tegen die paus. We moeten zeggen, we gaan weer terug naar de dagen van Maarten Luther. De paus is de antichrist. Dat is de bijbelse, geschiedkundige, historische, geprofeteerde antichrist. We moeten de antichrist niet. En iedereen die met hem samenwerkt, die moeten we ook niet... Oh, Wegwijzen die laar. En dat gaat alleen maar als wij ons baseren op iets wat wel waar is. En dat betekent dat we ons moeten gaan baseren op de Bijbel. Ja, maar dat schijnt dan de laatste tijd helemaal niet zo populair mee te zijn. Nou, dan zijn we mooi terug maar af. Want dan gaat die pauze ook lekker nooit meer weg. Want de pauze is er altijd om begonnen dat de mensen de inhoud van de Bijbel niet zouden kennen. In eerste instantie heeft hij dat gedaan door het boek te confisceren. En dat werd dan voorgelezen door uh, medewerkers van het systeem. Uh, en dan één keer in de week een beetje voorlezen. En dat werd ook nog voorgelezen in een taal die niemand begreep. En dat heette dan voorlezen uit de schrift. Snap je? Dat ging er alleen maar om dat mensen de inhoud van de Bijbel niet zouden kennen. Nou, en toen kwam er uh, dat met King James en uh, onze Statenvertaling. En toen zijn ze het over een andere boek gaan gooien. Toen zijn ze als een mallood zijn ze Bijbels uh, erbij gaan verzinnen. En dan kreeg je de NIV en de SEV en de Huppeltjepub, de NKGV, KJV. Om maar te voorkomen dat wij de originele teksten lezen. Ja, ze kunnen het verspreiden van de King James Version kunnen ze niet verbieden. Het verspreiden van de Statenvertaling kunnen ze niet verbieden. Waar ze wel voor kunnen zorgen is dat de boeken anders vol liggen met allerlei andere vertalingen die je dan ook per ongeluk kan kopen. En heb je mooi de verkeerde. Je moet de King James hebben. Of de Statenvertaling. En dan gaan begrijpen wat erin staat. En je dan gaan verwonderen. Snap je? En dan komt alles goed. Zo is het echt. Wij moeten terug naar de waarheid. Het is de waarheid die ons vrij zal maken, en niet iets anders. Het was een mooi jaar, dit uh, 2019. Ik hoop voor jullie ook. Er is ook een, iets vervelends gebeurd. Er is een goede vriend van mij overleden. En zijn vrouw is dus eenzaam en alleen achtergebleven. Dat is niet leuk. En een andere goede vriend van mij die heeft een hele ernstige aanval gekregen: van iets heel ergs, leuke Mie. En die zit nou in zo'n hospitium, een zo stervensbegeleidingsopvanghuis. Oh, dat is niet leuk. Ja, zo zijn er allemaal van die dingen die dan ook gebeuren. Maar 2020 zie ik uh, met plezier tegemoet. Lijkt me leuk met mijn kanaal, dan gaat het goed. Misschien dat ik het komende jaar wel door de 100 abonnees ga breken. Ja, je weet het niet. Gisteren stond ik heel even op 86, maar vandaag weer op 85. <laughs> maar altijd nog een stuk meer dan vroeger. Dus dat zit wel snor. Er is een kijker aan geweest en die zei van... je moet een keer een zaaltje bespreken... En dan ga je een lezing houden voor de zaal. <laughs> nou, dat zou ook wel leuk zijn. Om iedereen eens te ontmoeten. Maar nou, dat zien we wel. Het moet wel lekker weer zijn, vind ik hoor. Dan gaan we gelijk alweer eisen stellen. Maar dat ja, kan misschien wel ergens in de zomer. Of in het mooie voorjaar. Kijken wel wat er van komt. Vooralsnog hebben we onderwerpen genoeg om ons druk over te gaan maken. Oh ja, en ik ga het heleboel uitzoeken met die aanslagen van 11 september. Ik heb een titel doorgekregen en dat boek dat ga ik in handen krijgen. Helemaal uitspitten en dan ga ik jullie vertellen wat de bewijzen zijn die er zijn tegen de katholieke kerk in zaken. 11 september 2001. Het is toch van de gekken. We weten dat Osama Bin Laden het niet gedaan heeft. En iedereen houdt zijn mond erover. Dat kan toch niet. Het is net alsof ze in Den Haag dat ze allemaal stuk voor stuk bang zijn gemaakt, omdat dat er tegen die mensen is gezegd van als je er ook maar op een of andere manier mee inlaat, dan word je gepimfortuind. En uh, gepimfortuind worden, dat houdt in dat je omgelegd wordt door een professionele schutter. Dat, je onder, dat die professionele schutter onder begeleiding het land uit wordt gesmokkeld. En dat ze een of andere sukkel de schuld gaan geven van de moord. En dat die sukkel, als die sukkel een beetje mazzel heeft, nou die komt er heel genadig vanaf. De volkert van de G, die loopt nu alweer vrij in de ronde. Met zijn vervelende levensovertuigingen. Ja, Dat Pim Fortuyn is doodgeschoten door een professional. Dat wordt beweerd in het boek Moord namens de Kroon van Ine Veen. Een boek wat ik ook wel graag in handen wil hebben. Maar wat ik niet meer kan. Dat heb ik een tijdje geleden. Nou heb ik, een aantal keren heb ik geprobeerd of ik dat boek kon kopen. En ik kon er niet de, niet de hand op leggen. Dus als jij iemand weet die dat boek heeft. Als ik zo dadelijk mijn vaste aanstelling heb als schoonmaker in de gehandicaptenzorg. dan ben ik weer wat rijker. Oh ja, dan heb ik natuurlijk nog het loonbeslag van de belastingdienst. Maar ja, daar zullen ze op een dag ook al mee ophouden. Dus, uh, ze denken, we hebben die arme jongen nou wel genoeg gepest. Daar ga ik dan vanuit dat ze wel iets van medelijden hebben bij die club. Dan heb ik weer wat meer geld. Dan, dan, dan betaal ik jou voor een exemplaar. Nee, we komen daar wel uit. Ik ben benieuwd wat het nieuwe jaar allemaal gaat brengen. Aan malligheid. Ik denk met die CO2-toestanden hebben we het einde nog niet gezien hoor. En met die NO2 komt er ook nog bij. En dan die boeren die extra boos worden. <laughs> en terecht. En terecht. Nee, we merken het wel. Ze laten ons maar wel in leven hoor, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ze gaan ons niet afslachten. Ze willen uh, laten zien wie er de baas is. En ze willen ons volledig afhankelijk maken van de staat. En dat is voor hun voorlopig het eerste doel. Daarna wordt het denk ik nog vervelender, want dan, ja, uiteindelijk krijg je wel nou, verplichte vaccinaties en zo. Dat, dat gaat er wel aankomen hoor ik zag dat op Facebook ik vond het eng gewoon er was een, een politieke partij en die had het over uh, dat het inenten uh, dat zou verplicht moeten worden gesteld en allerlei mensen die vielen bij en dat taalgebruik van die mensen uh, dat vond ik zo vreemd en ik ben van mening dat al die reacties... dat waren er echt tientallen. En mensen die allemaal... drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen... tien zinnen eruit wisten te krijgen. En dat allemaal op een donderdagavond. Dat, dat zie je niet op Facebook. Je ziet dan iedere... Ja, mensen zeggen dan uh, geweldig... of ze zeggen leuk of, of zoiets... Hè. Of een enkel zinnetje waar daar meestal een typfout in zit. Maar dit is gewoon een hele vol zinnen. En zelfs dus uh, dingen van drie alinea's. Van namen, het waren mijn vrienden niet eens. Ja, dat kan je misschien wel verklaren doordat het een advertentie was of zo. En dan zie je de reacties van iedereen. En ik beweer je, die mensen die hebben lopen reageren. Het waren betaalde medewerkers van de, die politieke partij of van de farmaceutische industrie. En het mooie was dat men het dus al heeft over het verplicht stellen van inenten. Maar men heeft het er niet over waarmee er ingeënt gaat worden. Dus met welk spul. Wat moet verplicht ingespoten worden? Hoe heet dat spul? Wat zijn de ingrediënten? Wat zit erin aan werkzame stof? En wat zit erin aan conserveringsmiddel? Dat zou ik willen weten. En je kan iemand er ook niet verplichten om te zeggen: nou, je moet verplicht elke dag iets drinken wat komt in een flesje van de overheid. Dan wil je er ook weten wat erin zit. Nou, dan wil ik van zijn verplichte vaccinatietoestand ook wel eens weten. En ik zou willen weten: uh, 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 je hebt een verplichting tot uh, hoeveel vaccins? In hoeveel tijd? En zijn het allemaal dezelfde vaccins of zijn het verschillende vaccins? God, ik wil het hele programma weten. Ik ga niet zomaar zeggen dat ik het goed vind dat de overheid even mag bepalen of er verplicht wordt ingespoten. Met nog nader te bepalen middelen op en nog nader te bepalen aantal verschillende momenten. Heel eng. Het, uh, ik, ik vraag me af hoe lang het duurt voordat dat doorkomt. Het zijn van die dingen die door mij heen spelen... Ja, ik hou ze in de gaten en ik hou jullie daarmee op de hoogte. Als ik weer wat nieuwe ontwikkelingen zie, dan ga ik er een gif op innemen dat ik er weer een, een fraaie beschouwing aan ga wijden. Of een nieuws Maar voor de rest, voor onszelf. Kijk, uh, heb jij kinderen? Dan heb je waarschijnlijk ook dat er vanuit de omgeving gezegd wordt: van nou, je kind moet gevaccineerd worden. Nou, ik ben destijds ben ik naar mijn huisarts gegaan en hem gevraagd van wat zijn risico's. Mijn huisarts, dat is een antroposoof. En die heeft eerlijk gezegd, ik geloof hem. Hij zei van nou, die vaccinatieronde, hij zei nou er, er zijn bijna geen bijeffecten van. Dat is vrij onschuldig. Dat kan je gewoon wel doen hoor. En daarna kwam er, uh, met mijn dochter op school, dan wilden ze alle meisjes gaan inenten met Gardasil tegen het HPV in verband met de baarmoederhalskanker. Ah, oh, en er was nog een andere, en dat betrof uh, inenten tegen meningitis. Hersenvliesontsteking. Nou ja, van dat soort dingen zei die huisarts van, nou, dat, uh, dat zijn moderne fratsen, zei hij. Dat, dat hoef je niet te doen, dan... Ja, je hebt er niks aan en het kan wel kwaad. Dus waarom zou je het doen? Want je hebt er niks aan. Het is niet echt een... een, een, een hersenvliesontsteking is niet iets wat nou om de hoek uh, dreigt. En dat geldt voor baarmoederhalskanker idem dito. En jonge meisjes die met veel verschillende jongens seks hebben... Ja, die hebben een aanmerkelijk hogere kans op baarmoederhalskanker. Nou, je kan beter dat op de scholen gaan vertellen, dan dat je die meisjes probeert te overtuigen om zich te laten inenten tegen iets wat ze mogelijk kunnen krijgen van promiscu gedrag. Zonder dat je erbij vertelt waar ze die baarmoederhalskanker van op kunnen lopen. En heb je geen kinderen, dan zou ik lekker niet vaccineren. Ik zou, het, uh, ik zou mezelf niet vaccineren. Waarom? Voor mijn werk wordt er, uh, zal ik over een tijdje wel een oproep krijgen en ik ben bang dat ik dan moet. Omdat ik anders mijn baan kwijtraak. En dat ik dan ingeënt moet worden tegen hepatitis B. Nou, dat moet dan maar. Maar dat is vanwege mijn werk, anders zou ik het niet doen. Ja. Tja, en voor jou als mens, kijk, ik ben bezig met een serie die wordt best wel leuk. En die heet over de wereld, haar oorlogen, haar karma en de waarheid. En daarin sta ik erbij stil dat het gelovige aspect van de mensheid: dat is een. Overtuiging in de goede afloop. Het is een overtuiging dat er zoiets bestaat als goed. En dat alleen het goede bestaat. En het kwade, dat. Uh, ja, dat. Is temporeel. Dat gaat weg. Het goede is dat wat overblijft. En wij zijn slechts getuigen van hoe het goede zich onderscheidt van het kwade. Namelijk dat het goede blijft. En het kwade voorbij gaat. En het kwade is alles wat niet deugt. En omdat het niet deugt, gaat het voorbij. En als het wel zou deugen, dan zou het blijven. Zo simpel is het. En voor de weldenkende mens. Ja, die kan kijken naar de wereld. en die kan denken. Jeetje, ik zit er midden tussenin. en ik ben niet van deze wereld. Dus als ik hier in Arnhem. ga ik naar de markt. en dan zie ik ook dat 30, 40 procent van de mensen. die daar boodschappen komen doen. Ja, die spreken niet of nauwelijks Nederlands. Ja, denk ik. Ik wel. Dus wat is het probleem? Ja, toch? En ik heb al lang gemerkt dat als je die buitenlandse mensen maar gewoon met rust laat. Uh, ja, ze komen heus wel een keer naar, uit zichzelf naar je toe. En dan kan je ze vriendelijk te woord staan. En voor de rest moet je ze met rust laten. En ja, ze krijgen heel makkelijk een uitkering. En ja, ze kosten de Nederlandse samenleving klauwen met geld. En ja, we gaan er op deze manier helemaal aan. Ja, we kunnen dit echt niet betalen. Het aantal vrouwen met een uitkering. Dat is onder de Turkse vrouwen vijf keer zo hoog als onder de Nederlandstalige, of Nederlandse vrouwen. Vijf keer. Terwijl Turkije, dat is niet eens een, een vluchtelingentoestand gebeuren. Dat is een normaal land. Het is, niet, het is geen lid van Europa. Ik snap niet hoe die mensen hier zo makkelijk naartoe konden komen. Maar ze konden zomaar hier binnen trekken in grote getalen. Ik snap echt niet waarom hoor. En hun vrouwelijke deel, dat heeft uh, nou, vijf keer zoveel. Komt dat voor dat je een Turkse vrouw een uitkering heeft dan een Nederlandse vrouw dat heeft? Is er toch iets aan de hand, of niet? Maar is dat voor ons echt een probleem? Nee. Gaat onze rijkdom eraan? Jazeker. Maar is dat erg? Ik leef de afgelopen tijd, ongeveer, de afgelopen negen maanden ongeveer. Ja, leef ik van 7 zeg maar, euro per dag. 7 euro per dag geef ik uit aan eten en drinken. en schoonmaakmiddelen. Want ja, je kan niet leven zonder schoonmaakmiddelen. en ook toiletpapier en zo. Je hebt toch toiletpapier nodig? Dat kan niet anders een afwasmiddel en uh, schuurmiddel en ja, heb je toch nodig? En dat zijn dan mijn dagelijkse kosten. Ja, goed, het is geen vetpot. Dan heb ik daarnaast natuurlijk wel wat andere uitgaven die ik ook wel kan doen. Ik kan wel reizen. En, ja. Maar heel zuinig leven. Ja, dat zullen wij met z'n allen wel moeten. Want we gaan niet rijker worden de komende tijd. Dat kan ik je wel beroemen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat over onze relatie met wat in de Bijbel wordt genoemd God. Het is die relatie die wij in de gaten moeten houden. Het is God die bepaalt of wij leven of niet. En mensen, een samenleving, een regering, die kunnen je lichamelijke leven beëindigen vernietigen, verpesten. Maar God die kan jouw werkelijke leven beëindigen. En dat moet je vrezen. En voor God moet je bang zijn en voor de rest niet. Dus in deze wereld kan je vol vertrouwen 2020 binnengaan en bij jezelf denken van: Nou, we zullen wel zien. Ik veel slechter. Kan dat niet. <laughs> Laten we eerlijk zijn. Ja? Dat is toch hoopvol of niet? Nou dan, sta je niet zwan, man. <laughs> ja, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs en ik hoop dat jullie ook zin hebben in 2020. Wat is dat nou? Dan gaan we wel lekker met z'n allen Fassel weer wat leuks doen. Hoor. Komt vanzelf goed. En het einde komt zonder meer goed. Of wij dat zullen meemaken, dat betwijfel ik, maar. Dat wij het niet zullen meemaken betekent niet dat er geen einde komt, want een einde gaat er komen. Er komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Deze soepzooi gaat eraan. En op zijn hamburgs zeg ik jullie vanuit een kouwelijk Arnhem op 1 januari 2020. Tjus en dag lieverds.